Ja, ik ben heel blij dat het goed gelukt is. Eerste set, we gingen redelijk goed van start, maar richting het eind van die set komen we toch op een achterstand. Waardoor eigenlijk de Russen in het voordeel zijn en ik ben heel blij dat we dan ons hoofd koel houden en juist wel met agressiviteit en met lef die set weten te winnen. Ja, in de tweede set komen we op een gegeven moment ruim voor en dan zie je als het ware die bronzen plak al een beetje voor je bungelen. Het wordt nog spannend. Maar ook daarin, in de belangrijke punten, gaven we de doorslag. Dus heel blij mee. Ja, ik denk voor een beachvolleybal is het uniek. Ja, dat is nog nooit eerder gebeurd. De eerste Olympische medaille. En ik hoop dat het vooral de sport heel veel groter gaat maken. Hoe kunnen jullie daar een bijdrage leveren naast die medaille? Nou ja, ik denk dat beachvolleybal sowieso de afgelopen jaren al een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. We hebben een hele professionele organisatie met beachvolleybalteam Nederland. En, daarin hebben wij gewoon een ultiem trainingsprogramma kunnen vormen. En dan met het WK vorig jaar natuurlijk in eigen land. Nu deze Olympisch bronzen plak. Historisch, zoals veel mensen al zeggen. Ja, ik denk dat dat gewoon weer een boost is voor het beachvolleybal in Nederland.